En ze kopen daar dus luiers voor 5 euro. Dus ik dacht, ja sorry hoor, maar ik moet deze winkel gewoon echt gaan checken. Jongens, kijk hier. Luiers per pak 5,50 euro. Santo Domingo. Ze komt pas Santo Domingo. Santo Domingo, ja. Yeah. Weet je wat het is? Je kan geen wifey dingen doen op een girlfriend level. Oké? Onthoud dat. Het eten op beeld. Hoorden jullie dat? Ik heb hem net verschoten. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik en Davinio naar Vlaardingen, mijn oude town waar ik op school heb gezeten. Want daar is onze hondenkapper van Peanut. En dan gaan we denk ik even naar Westfield Mall. Want we moeten 2 uurtjes wachten totdat Peanut klaar is. Dus ik dacht van ja, we kunnen beter onze tijd even goed benutten. En Ribbon Oud is dus ook daar. En ik wil eventjes langs hun winkel gaan. Dus ik ga even checken of we überhaupt erheen gaan hoor. Misschien heeft dat hele andere plannen. Maar deze is echt mijn fave. Deze ruikt ook zo lekker. Ik heb dus ook die blauwe ervan. Maar ik vind deze toch wel echt de schomme van veel. Hij ruikt lekker zoet. Hij blijft lang zitten. Echt een aanrader. En ik heb dus nieuw haar. Zoals Kili zei, ik moest echt even weer opfrissen. En de inches, yes. Mijn haar is van Shaver Beauty. Dus ja, gaan ze sowieso checken. Binnenkort ga ik zelf haren verkopen natuurlijk. Dat heb ik ook tegen jullie gezegd. Maar ja, voor nu heb ik eventjes haar van hun. En de kwaliteit van hun haar is ook wel echt heel goed. De vorige bundels die ik had toen ik het ging weven. Want eigenlijk alle pruiken die ik heb laten maken, dat zijn mijn haar. Maar omdat ik dus ja, voor de bevalling, tijdens de zwangerschap, had ik echt geen zin om pruiken op te doen. Dus heb ik het geweefd. En mijn weef, dat donkere haar, dat was ook van Shaver Beauty. Dus als je op zoek bent naar een goede weef, daar moet je zijn. En ik ga eventjes alles klaarmaken. Dus thermoscan vullen, pampers, luiers, kleren in de tas doen. En dan zijn we good to go. Hallo jongens, daar ben ik weer. Het is vandaag zondag. En ik had dus laatst op Snapchat een actie gedeeld bij de Ethos. Omdat daar uitverkoop was van luiers. Maar ik heb zoveel bericht gekregen dat er dus een winkel is. En het heet Nettorama. Maar ik heb echt nog nooit van die winkel gehoord. En ze kopen daar dus luiers voor 5 euro. Dus ik dacht, ja sorry hoor, maar ik moet deze winkel gewoon echt gaan checken. En het is vandaag zondag, rustdag. Dus ik dacht, nou even een leuk uitje voor mij en Davinio om even daar bij die winkel te kijken. En ja, blijkbaar is het dus een hele goedkope winkel. En ik dacht, nou dan ga ik mijn volgers gewoon lekker meenemen. En even checken hoe die winkel eruit ziet. Dus blijf checken en dan gaan we nu naar de winkel toe. Ja, deze dag zitten we achterin jongens. Daar zijn we dan in Bussum, Nettorama. Ben benieuwd. Kijk, daar gaat de daddy. Zo doe je dat. Hoppata. Ja, jongens, kijk hier. Luiers per pak 5,50 euro. Ja, dit is toch wel echt te koop hoor. En hier heb je van die grote zakken van Bonbebbe. Eerlijk gezegd vind ik deze luiers niet heel goed, want hij had zichzelf helemaal ondergeplast toen ik deze had gebruikt. Nou, wij zijn helemaal verliefd op deze winkel. Alles is hier zo goedkoop. Dus Davinio die ja, gaat voor alles even inslaan. Het is hier ook zo, als je zeg maar meer haalt, krijg je ook meer korting op alles. Wat is dat? Hele kar vol. Degene die precies raadt hoeveel geld er in een karretje zit, wat krijgt die dan? Die krijgt van jou 100 euro. Oké, is goed deal. Maar je moet wel echt exacte bedrag reageren, hè? Dus ook achter de komma. Papatje. Bij papa. Vind is ook weer lekker geknipt. Gaan we voetballen? Gaan we lekker voetballen? Ja, pas wel met de voetballen. Ik heb even snel een middagdutje meegenomen. En mijn sushi is binnen van Naya's Kitchen. Oh. Oh jongens. Oh.
Echt waar. Wat een onwerkelijke tijd om te slapen. Maar nu, elk tijdstip dat ik kan slapen tussendoor, neem ik. Voor de mensen die me volgen op Snapchat, die weten dat ik hier altijd mijn sushi haal. Naya's Kitchen. Het is van twee Marokkaanse dames. Het is gewoon vers. Alles wordt vers bereid. Het is super lekker. Alles is halal. En ja, de sushi is gewoon echt te lekker. En ik ga het even openmaken. Sorry. Ik ben echt net een paar seconden wakker. En Daf belde me. Het sushi zit voor de deur. Ik ga nu even alles openmaken. En dan ga ik jullie laten zien hoe verrukkelijk het eruit ziet. Kijk hier, jongens. Best of the best. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Voetbal! Goedemorgen jongens, het is maandagochtend. En vandaag komt BNN langs. Want voor de mensen die het hebben gemist, ik film mijn eigen docu al bijna een half jaar nu. En vandaag zijn de laatste opnames. Ik ga nog niet veel verklappen als je het nog niet hebt gezien in mijn vlogs. Maar ja, dit is een hele mooie afsluiter van de docu. Nou, alles wat er is gebeurd, is het een mooie afsluiter dat ik en Daf een klein hebben gehad. En ja, eigenlijk een nieuw begin. Dus ja, vandaag zijn de laatste opnames. En in de reacties werd heel vaak gevraagd, kan je ons meenemen in de babykamer? Ook vaak op Snapchat. Maar ik dacht van, nou, laten we het nog eventjes één keertje doen voor de vlog. Nou, hier komen we binnen. Zijn garage is alweer bijgevuld. Dit is een loopstoeltje van Twinkie. Die heb ik in elkaar gezet omdat een vriendin van met een kindje kwam. En die is wel oud genoeg om erin te lopen. Zijn dikke Mercedes en zijn G-Wagon. Ja, hier is een beetje een hoekje geworden van alle dingen die een beetje rot zijn. Dus dat moet nog opruimen. Dit is een kast vol met onze kaartjes. En ja, allemaal spulletjes die ik nog netjes moet hebben. Zijn kast heb ik laatst geordend met allemaal kleren die hij eigenlijk nog niet past. Ik vind deze kast heel onhandig. Ik wil echt heel graag die kast van IKEA. Maar Daf die had in haar haast deze kast gehaald. Maar ja, uiteindelijk weet je. Ja, als die ouder is kunnen we altijd nog een nieuwe kast halen. Dus nu hangen hier gewoon alle kleurtjes die hij nog niet past. En alle kleuren die hij wel past heb ik in die commode gedaan. En ik kan echt niet wachten tot hij deze outfit aan kan. Deze outfit heeft hij van Nebby gekregen. Zo schattig. Kijk hier, Burberry. En waar is die andere? Nou, in ieder geval, deze heb ik van mijn moeder gehad. Zo vreselijk schattig. Maar het is wel slim dat ze die maat groot hebben gehaald. Want kijk, maat 50, 56, 62 groeit niet zo uit. Dus ja. Nou, dan gaan we naar de grond. Dit matje is speciaal gemaakt door Dutch Rock op Insta. Ga ze checken, zo schattig. Het is ja, een meisje die heeft het voor me gemaakt. En ik hoop echt ja, dat ze meer klanten krijgen. Want ik vind het oprecht echt heel goed. Deze heb ik bij, hoe heet die winkel nou ook alweer? Ik ben even de naam vergeten van die winkel, maar die stoel heb ik daar ook gehaald. Hoe heet die winkel nou ook alweer? Quantum, bij de Quantum. Dus, met Vanessa was ik aan het shoppen en ze zei, oh kijk wat een leuke schaap. En toen zei ik, ja die is eigenlijk best wel leuk. Er was ook heel veel vraag waar ik dit kleed vandaan heb. Die heeft dat bij de IKEA gehaald. Dit is een automatisch wiegstoeltje, best wel leuk. Alleen iedereen heeft ja, geen geduld om erin te zitten. Na een paar seconden begint hij al te huilen. Het bedje heb ik ook bij de IKEA gehaald. Deze heeft Daf gehaald, ik weet niet waar die verhaal van mijn babypark. En deze mega nijntje heb ik van mijn oudste broer gekregen. Super lief. Toen hij op visite kwam heeft hij deze voor me gebracht. Echt leuk. Echt een hele schattige nijntje. Wiegstoeltje, commode. Ik heb hier twee schilderijen. Ook van de IKEA. Maar ik wil deze eigenlijk weghalen en een mega spiegeltje zetten. Dat als die groter is kan die lekker in de spiegel kijken als ik zijn haartjes doe en zo. Ja, dit was allemaal heel netjes. Maar dit is nu echt allemaal bij elkaar gepropt. Ja, de commode, die was ooit netjes, maar die is nu echt een, ja, zooi. Hier heb ik dan flesjes, luiers, billendoekjes. Zoals je ziet, moest ik net even snel die billendoekjes pakken. Bijna net een rama gehaald, jongens. Ik dacht van, laat me niet gierig doen en die hele
soy eruit shoppen. Want natuurlijk zijn er ook andere mensen die luiers nodig hebben. Dus ik heb het bescheiden gehouden. En onder heb ik spuugdoekjes. Nou, die ziet er helemaal niet uit. Die moet ik nog ordenen. Ja, de stoel bij de Quantum gehaald. Super schattig beertje. En ja, al die knuffels heb ik even naar boven gegooid. Want ik kreeg echt storing toen ze allemaal in dat bedje lagen. En ik weet niet of ik het in mijn vlog heb laten zien of op Snapchat. Maar we hebben dus twee schattige buurjongetjes. En die kwamen naar ons toe. En ze hadden dus een zelfgemaakte schilderij gemaakt. Zo schattig. Toen stonden ze voor de deur nadat we het nieuws zeg maar naar buiten hadden gebracht. Kijk hoe lief. Helemaal zelf gemaakt. Helemaal uitgeprint. Zo schattig. En ze heette Damien en Diane. Of Dayan. Diane, Dayan. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, lief schat. Maar heel erg bedankt. En hij heeft een mooi plekje gekregen in onze babykamer. Ik heb volgens mij 1,5 uur nog. Ik heb het huis voornamelijk gisteravond schoongemaakt. Maar ik ga nu eventjes nog stofzuigen en dweilen. Dan mezelf fixen. En dan, ja, dan is het alweer tijd, denk ik. En mijn pakketten van Hey Food, die zijn binnengekomen. En de koelkast is weer gevuld hoor. Nou, het is inmiddels al middag. Het is inmiddels 4 uur. Davinio ging eventjes een vriend ophalen bij Schiphol. Op Schiphol. Ines slaap kan elk moment wakker worden. Vannacht heb ik echt gebroken nacht gehad hoor. Hij was echt opstandig vandaag. En om 9:30 was BNN gekomen. Laatste opnamedag voor de première. Nou, ik kon gewoon niet aan mijn woorden, zo moe ben ik. Laatste dag van de opnames van de documentaire. En ik heb dus zo'n lief cadeautje gekregen, kijk. Van Ralph Lauren, een polootje. Vanaf 6 maanden, want dan kan hij het ook gewoon langere tijd dragen. Zo schattig gekregen van BNN. En ik kan gewoon niet wachten totdat ik alles met jullie kan delen van deze docu. Het komt sowieso dit jaar nog online. En we hebben een paar beelden gezien en het ziet er gewoon echt al nu super dik uit. Ik ga even snel de was opvouwen. Eten hoef ik gelukkig niet te maken, want mijn eten van Hey Food is binnen. Ik heb gewoon weer niet gefilmd. Het is toch niet normaal dat ik gewoon elke keer loop op te vreten zonder te filmen. Goedemorgen jongens. Het is 7:30 en mijn lieve kleine schat is aan het trainen in de baby gym. Het is me opgevallen dat hij die kussen met patroontjes heel interessant en leuk vindt. Dus die zet ik hier nu standaard naast. Echt heel schattig. Vandaag wou dat video dus de nacht doen. Ieder slaapt rond 10 uur altijd. En dan wordt hij rond 1 uur, 2 uur s'nachts wakker. Nou, die kon hij nogal handelen. Maar al 4 uur s'nachts, hij was zo moe. Hij zette dat flesje in die baby Bressa. En hij was zo moe dat hij dat flesje pakte. Hij was leeg. En hij liet dat ding gewoon overstromen. Hij was flesje aan het geven, maar zijn lichaam was daar, maar zijn mind was echt nog aan het slapen. Ze zei, die kan je het alsjeblieft overnemen. Dus heb ik het overgenomen. En ik heb gisteren wel echt veel geslapen, dus de nacht was eigenlijk geen moeite vandaag. En nu om 7:30 is hij weer lekker aan het spelen. Dus ik ga eventjes met hem spelen, wacht tot hij in slaap is gevallen. En dan kan ik weer gaan opruimen, standaard procedure, eten, douchen. En dan is hij alweer wakker. Ja, ik heb mijn ritme wel gevonden. Ik ben echt verliefd op moeder zijn. Nu is hij nog lief, dus ik geniet van alle kusjes en knuffels. Want straks is het mama girl geen kusje en mama girl geen knuffel. Dus ik ga even verder met trainen hier zo in de baby gym. Zie ik jullie straks. Ik ga weer praten met mama. Ja. Vuelo de Santo Domingo. Ze komt pas Santo Domingo. Santo Domingo, ja. Vandaag was ontbijt proteïne pancakes van Hey Foodie. Dat was eigenlijk met perzik, maar ik had gisteren honger, dus ik heb die perzik opgegeten. Dus ik heb met bosbessen gedaan. Ja, het is weer zover. Heel het huis ruikt naar die bladeren. Het ruikt echt zo lekker. Bita zit in die pan. Ik heb besloten dat als ik het zeg maar koud drink, het minder vies is. Dus
straks even drinken op de pot zitten. En ja, voor de rest, het is vandaag 1 augustus. Dat betekent dat ik alles moet betalen vandaag. Hartpijn, hartpijn, hartpijn. Dus dat ga ik even doen. Voor de rest niet echt veel planning. Straks eventjes naar de stad. En dat is de planning alweer. Dat is echt maar voor een uurtje hoor. Ik heb net even mijn buikband afgedaan. Ik ga nu even poepen. Nou jongens, ik ben terug van de stad. Het was echt een hele bevalling met mijn baby. Ik moest hem ook achterin even een flesje geven, want hij begon te huilen. Maar toen ik weer een stap aan het lopen was, toen was hij lekker door aan het slapen. Dus ik hoefde niet midden in de stad. Ik heb de trap gelopen voor 1 seconde. Ik heb daar vaker last van, hè? Nou, in ieder geval, jullie zien dat de nesteldrank bij mij nog niet weg is. Want ik heb allemaal nieuwe producten gekocht. Ik heb dus een kledingstomer gehaald. Omdat ik vaak, vooral de Vino, als we snel weg moeten, wil hij nog eventjes zijn shirt snel strijken. Dus ik dacht van, kijk, dit is gewoon ideaal. Ik heb ook een dwel gehaald. Want of ik of Davinio had die gesloopt. Ik weet even niet wie van de twee dat heeft gedaan. Dus ik heb ook gelijk een nieuwe dwel gehaald. Zo makkelijker weet je dat je gewoon hierin kan draaien. Ik heb ook nog een paar schattige outfitjes bij de Zeeman gehaald. Dit is maat 62. Ze hadden hem alleen in 62, maar ik vond hem zo schattig dat ik hem moest halen. En dit past ook wel echt bij Eden. Currently trending. Mijn bevallingsvideo die was ook trending, dus ik dacht deze moet ik hebben. Ik zag ook een schattige Spider-Man outfit. Allemaal van de Zeeman. En kijk hoe schattig Peppa Pig. Iemand kon mijn pinpas zomaar afnemen, want hij heeft al genoeg kleren hoor. Maar ik vond dit zo schattig, ik moest het hebben. Sokjes, want die had ik ook nog wel nodig. Een paar hydrofiele doeken. Gaan we altijd mee door. En een nieuwe strijkijzer. En een korrelontstopper. Want ik poep zoveel deze dagen dat de wc ontstopt is. Ik ben nu mijn eet van Hevoedi aan het eten. Kijk wat er over is. 1 hap. Oh, ik heb net wokchicken gegeten. En het was echt zo lekker. Davinia is een maaltijd, die zit nog in de koelkast. Dus misschien kan ik die nou even laten zien. Want veel mensen vragen, is echt alles lekker? Vind je alles lekker? Het is natuurlijk niet mogelijk om elk gerecht lekker te vinden. Er was ook... Ik hou sowieso niet van zoet en hartig gemixt. En er was gisteren of eergisteren was er zeg maar een pasta salade gemixt met appel en zo. Door pasta heen. En ja, ik vond het niet echt lekker. Maar dat heb ik ook doorgegeven. Je kan volgens mij je wensen ook gewoon doorgeven. En ook als je vegetarisch wilt. Maar 9 van de 10 dingen vind ik gewoon echt oprecht lekker. En ik ben erg tevreden met de lunchpakketten van Hevoedi. Ik ga nu even de Davinio's maaltijd zoeken. Oh, kut. Kijk, het komt in dit soort bakjes. Er staat ook op voor welke dag wat is. En zondag leveren dus voor maandag en dinsdag. En op dinsdag leveren ze voor woensdag, donderdag en vrijdag. Dat vind ik echt fijn, want anders verrot alles in mijn koelkast. En ze hebben dus ontbijt, lunch en avondeten. Ja, ik vind het echt oprecht lekker. En ik hoop dat Davinio geen honger heeft, zodat ik deze kan opeten. En als het goed is... Komt straks ook, komen straks de andere, En als het goed is, komen straks de andere maaltijden ook binnen voor deze week. Het is best laat, meestal komen ze rond 8-9 uur. Het is nu volgens mij 9 uur. Dus ik ben benieuwd. En Eden slaapt. Maar ik ga hem denk ik even wakker maken, want anders is hij de nacht weer actief. Nou, mijn pakketten zijn weer binnen hoor. Ik vind het altijd moeilijk dat ze zeg maar 1 dag van tevoren al mijn eten sturen, want dan wil ik alles al opeten. Hey jongens, het is iedereen is aan het poepen. Het is 8 uur. Ik ben even aan het eten. Ik heb mijn ontbijtje gemaakt van Hevoedi. Ik heb eindelijk het eten op beeld. Hoorden jullie dat? Ik heb hem net verschoond. Oh mijn god. Nou, in ieder geval, dit is mijn ontbijt. Toast met pindakaas, banaan, bosbessen en nootjes. Volgens mij net.
Ik hou niet echt van pindakaas. Dus ik ben benieuwd of ik dit lekker ga vinden. Nou, laten we gelijk even een taste test doen. Zo vind ik pindakaas wel lekker met bananen. Maar zeg maar gewoon pindakaas los. Nou, ik dacht echt dat ik ging stikken. Zo droog en vies vond ik het. Tweede keer in mijn leven dat ik pindakaas eet. Ja, hij lijkt het. Ik geef het niet een 10. Maar een 7,5. Hey guys, het is alweer een nieuwe dag en ik ben nu in de kledingkamer waar ik ook de was en zo allemaal doe. Iedereen slaapt. Ik was moe, ik wou een dutje doen, maar je kent het wel, alle moeders. Op een gegeven moment lig je dan op de bank en dan heb je opeens weer een energiebom. En ik zag dus Davinio's kast, zijn kant van zijn kast. En het was echt een rotzooi. En ik dacht, nu ik verloofd ben, ik had natuurlijk Christine nieuwe strijkplanken zo gehad. Ik dacht van, laat me zijn kleren strijken. Maar dat is echt omdat hij mij ten huwelijk heeft gevraagd en ik nu zijn kind heb. Want daarvoor dacht ik echt van ja, ruim je eigen kast maar op. Maar nu denk ik van ja, ik ben wel iemands wifey to be en iemands moeder. Dus laat me even gaan strijken. Nou, wat een feest. Weet je wat het is? Je kan geen wifey dingen doen op een girlfriend level. Oké? Okay? Onthoud dat. Dus ik ben nu even zijn kleren aan het strijken. Ik weet ook echt niet waar ik die energie vandaan haal. Want ik ben echt letterlijk sinds 7 uur 's ochtends wakker. Maar ik weet niet. Ik denk omdat ik een kind heb dat ik gewoon veel energie heb gekregen in het leven. Ja, en binnenkort wil ik ook weer gaan werken. Want ja, ik weet niet wat het is. Deze hele zwangerschap. Ik had echt energie. En ik ben ook alweer bijna, het is alweer bijna 3 weken geleden dat ik ben bevallen. Lijkt echt vorige week. En ik voel me gewoon echt super goed. Dus ik vind ook wel dat ik gewoon kan werken. Ik werk wel 5 dagen per week. Dus ik ga denk ik wel gewoon beginnen met 3 dagen. Kijken hoe dat gaat. En dan, ja, als het goed gaat, weer opschalen naar 5. Nou, ik ben echt een huismoeder. En ja, en vroeger begreep ik nooit waarom ze van vrouwen thuis bleven en alles deden en zo. In plaats van te werken. Maar een huismoeder zijn is ook echt gewoon een hele baan hoor. Sorry, maar ik ben echt heel de dag bezig. En besef, ik heb 1 kind en er zijn gewoon vrouwen die letterlijk 5, 6 kinderen hebben. En daarnaast ook nog eens werken en alles thuis doen. Dus ja, ik heb echt heel veel respect gekregen voor moeders. En ja, ik zou echt niet weten hoe ik het zou doen als ik nog meer kinderen dan 1 zou hebben. En nu slaapt hij nog lekker, maar totdat hij zeg maar die peuterfase ingaat, ja, dan is het over met de pret. Dan heb ik denk ik wallen van hier tot Tokio. Hello guys, ik heb vandaag echt niks gefilmd. Maar ik ben nu van gezondheid, mijn schatje. Even een poepluier aan het verschonen. En dan zit de dag er alweer op. En morgen komt deze vlog online. Dus ik denk dat ik de vlog lekker ga afsluiten. Vond je het hier leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Toch iedereen? Duimpje omhoog. Goed zo. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal. Dan denk ik van, je kijkt elke keer. Maar je bent nog steeds niet geabonneerd. That's from fake ass bitch stuff. Oké. Okay. Dus begin even op die abonneerknop te drukken. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag. 6 uur. Same time. Same place. En dan, ja, zie ik jullie volgende week weer. Later!